Hey, leuk dat je meekijkt naar een nieuwe video en vandaag ga ik het met je hebben over de boekrecensie The Science of Getting Rich. Dit boek heeft mij enorm geholpen wat betreft mijn mindset gedeelte. Ik heb het boek hier niet liggen, want ik ben heel veel op reis en op dit moment ben ik op reis. Dus ik heb het op mijn e-reader staan. Dus geen fancy hardcover boek, maar mag de pret niet drukken. Want ik heb gewoon weer een recensie voor je klaarstaan met 3 inzichten over The Science of Getting Rich. Een korte samenvatting met de highlights. Het is ook maar een dun boekje, maar wat mij betreft een van de beste mindset boeken. En daarom wil ik dit ook graag met je delen. De 3 belangrijkste inzichten. Ten eerste, wat ik er heel veel aan heb gehad, is dat er heel duidelijk wordt uitgelegd in het boek wat de kracht is van de wet van het universum. Dus inzicht 1 is, begrijp de wet van het universum. En zij bespreken dit heel erg mooi, want stel je voor je wilt bijvoorbeeld meer liefde in je leven, dan is het de bedoeling dat jij die liefde eerst gaat geven voordat je dat terug kunt krijgen. En met geld verdienen is dat net zo. Je wilt eerst iets gaan geven, bijvoorbeeld geld geven, voordat je iets terugkrijgt. Of als je het in een iets andere vorm giet, en dit zie je ook veel voorbij komen met mensen die veel geld verdienen, die geven veel waarde. Dus je geeft eerst iets heel veel weg en daarvoor krijg je vervolgens, als een logisch gevolg, krijg je daar iets voor terug. Werkt niet altijd zo, begrijp ik. Er zijn altijd die uitzonderingen, maar over het algemeen geldt deze regel. En ja, zelfs al zou die niet gelden, dan nog is het iets wat denk ik heel positief is om op die manier in het leven te staan. Dus begrijp de wet van het universum wordt heel duidelijk uitgelegd in het boek hoe je dit precies kunt gaan toepassen. Dus wil je meer succes, dan zul je dus moeten kijken, oké, wat betekent dan dat succes voor mij? Hoe kan ik daaraan gaan werken om dat succes te creëren? Dus ja, eigenlijk is het niks anders dan je moet gaan werken voor datgene wat je uiteindelijk wilt bereiken. En zij beschrijven dit wat zweveriger in het boek, maar met heel veel goede voorbeelden. Dus ben je open-minded, dan is dit zeker heel erg interessant voor je. Inzicht nummer 2 die ik vanuit dit boek heb meegepikt is, alles begint met een gedachte. Kijk, dus alles begint hier. Dus op het moment dat jij iets creëert in je hoofd, en dit is een zwevig onderdeel, dus ook heel lastig om het echt goed uit te leggen, maar zodra je hier iets kunt creëren voor jezelf, dus een bepaald idee, ja, daar kun je dan vervolgens iets mee gaan doen. Als jij overwegend negatief denkt, ja, dan is dat iets wat dus in jouw gedachten zit en dat blijft daar dan ook. En daardoor komt het er niet helemaal goed uit. En de mensen met een positieve mindset, zoals ook beschreven in het boek, ja, die zijn hier veel meer op gefocust om dit juist wel heel goed aan te pakken. En dat stukje, dat wordt heel erg uitgelegd in het boek. Oké, hoe doe je dat nou? Maar het begint dus met die ene gedachte. Dus wil jij bijvoorbeeld heel veel geld verdienen, wil je rijk worden, wil je succesvol zijn, maar ook met een hele andere voorbeelden. Hè? Dus wil je heel gezond zijn, wil je veel positiever zijn. Het begint allemaal met die gedachte dat jij dit ook echt wilt en hoe je dit gaat vormgeven. En hoe meer je die gedachtes in jouw dagelijkse leven kunt gaan toepassen, des te meer jij dit zult gaan worden, om het zo te zeggen. Dus alleen al een moment dat jij bijvoorbeeld, stel je voor je doet elke week je boodschappen, dat je elke week dat je in de wachtrij staat om je boodschappen te kunnen afrekenen, dat je dan even weer denkt aan die dingen waar jij graag aan wilt denken, hè? Die gedachten die jij wilt hebben. En als jij even op de fiets zit, dat jij ook die gedachten net even creëert. En hoe meer je dit doet, hoe meer jij die persoon ook wordt. Dit is super interessant en super krachtig als je dit voor jezelf kunt gaan toepassen. Oké, en dat brengt ons bij nummer 3. Dus inzicht nummer 3 uit dit boek, waar ik heel veel aan heb gehad ook weer, is creëer nieuwe dingen met je gedachten. Dus op het moment dat je die gedachten hebt, wil je daar nieuwe dingen van gaan maken. Wat ik zelf heel mooi vond, dit staat niet zo letterlijk in het boek, maar dat is dat je de switch wilt maken voor jezelf van creator naar competitief denken, dus een competitor zijn, naar creator. En dit betekent eigenlijk niks anders dan dat jij niet alleen meer gaat produceren, zo noem ik het ook wel eens na, maar dat je uiteindelijk gaat zorgen dat je wel gaat produceren, maar uiteindelijk dat gaat omzetten. En hoe je dat het beste doet, is dus door je niet competitief in te stellen, maar gaan kijken vanuit een compleet lege blik. Oké, wat wil ik creëren en hoe kan ik dat gaan creëren? En daar heb je die gedachte weer voor nodig. En vervolgens kun je gaan nadenken, oké, hoe ga ik dat dan doen? Dus hoe word ik die creator in plaats van die competitor? Want dan ga je alleen maar nadenken over wat doet mijn concurrentie. Maar je wilt hier juist gaan nadenken, oké, maar wat doe ik? Wat kan ik creëren? Nou, dit zijn mijn 3 belangrijkste inzichten uit dit boek. Als je deze gaat toepassen, gaat dit heel veel betekenen voor je mindset.
En ja, ik hoop dat je hier heel veel aan hebt gehad. Dus lees het boek of op de e-reader of op een andere manier. Hieronder heb ik het linkje er ook even bij gezet voor het boek. Dus vind je dit interessant, laat het me weten. Heb jij dit boek al gelezen? Heb je iets gehad aan deze korte inzichten? Laat het mij hieronder even weten in een reactie. Wil je meer weten over persoonlijke ontwikkeling en online ondernemen? Vergeet je dan ook niet te abonneren. Wil je meer boekrecensies? Dan vind je deze ook op mijn YouTube-kanaal. Ik hoop dat dit weer waardevol voor je was. Denk groot. Start klein.